Ik ben Martine Spanjers. Ik werk voor ZIMIC, het Huis voor Amateurkunst, hier in de stad Utrecht. De effecten die dit specifieke project eigenlijk heeft gehad, Training Leading Voices, is denk ik vooral dat we opnieuw bevestigd hebben gekregen hoe belangrijk het ook voor amateurkunst is om op internationaal niveau samen te werken. Wij doen dat bij onze organisatie eigenlijk al sinds 2007, 2008 zo'n beetje. Dus we zitten al heel wat jaar in die internationale samenwerking in verschillende disciplines. En we zien dat dat eigenlijk altijd weer van belang is. En ook met deze aanvraag, die juist ook in deze moeilijke tijd gestalte helemaal kreeg rond corona, was het belangrijk om vanuit het project ook die internationale netwerken gewoon te kunnen vasthouden, met elkaar aan iets nieuws te kunnen werken. En ook van elkaar te leren hoe iedereen met die pandemie op een andere manier omging. Mijn ervaring met Dutch Culture is al best wel oud. Ik ben al enkele jaren dat we wel met elkaar in contact zijn over verschillende dingen. Dat komt omdat we bij ZIMIC ook al vaker partner geweest zijn in Europese projecten. En zo met regelmaat ook wel bij bijeenkomsten komen of gebruik maken van de helpdesk. Omdat er toch een aantal onduidelijkheden zaten in de aanvraag die dan boven tafel moeten komen. Over percentages, over de precieze beoordelingscriteria, precieze vragen die ze stellen. Dus bij sommige onduidelijkheden zijn we naar Creative Europe zelf toegestapt daarvoor. Het aanvraagproces van Creative Europe is best wel een lastige. Er zitten veel verschillende vragen in, veel verschillende details. Ik heb het geluk gehad dat ik dat samen met een andere partner heb kunnen doen binnen het project, namelijk de Europese Confederatie, de European Corn Association. Zij hebben veel meer ervaring bij het aanvragen van Europese projecten. En ze hebben mij dan ook heel erg goed geholpen. Mijn belangrijkste tip als je een aanvraag gaat doen is begin op tijd. Dat is super belangrijk en vooral omdat je met internationale partners werkt. Iedereen heeft een ander tempo van werken. Dus die tempi moet je echt op elkaar kunnen aanpassen. En daarmee zorgen dat je op tijd uiteindelijk alle informatie bij elkaar hebt. Dat geldt ook voor de afhandeling van een project. Begin daar ook op tijd mee. En voor mij is het gewoon heel prettig om een ervaren partner aangesloten te hebben. Dus als je die kunt vinden, dan zou ik dat ook zeker